Inmiddels is het begrip Stolpersteinen wel bekend in Dordt. Struikelsteentjes om omgekomen Joodse mensen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken op hun oorspronkelijke woonplaats. Woensdag werden er 7 nieuwe adressen aangedaan en 12 nieuwe steentjes neergelegd. Waaronder die van de onbekende Daniel Joosten op de Gouverneursstraat. Hij is pas later aan de lijst van Dordtse slachtoffers toegevoegd. Hij kwam oorspronkelijk uit Drenthe, Borger. Daar woonde zijn familie. En hij was een handelsreiziger. En hij is op een gegeven moment ook ergens... Ik denk dat hij een stuk toegewezen kreeg van Nederland om daar spullen te verkopen van zijn firma waarvoor hij werkte. En dat hij hier ook in Dordrecht terecht is gekomen. Het huis waar Daniel Joosten destijds in woonde bestaat niet meer. Maar met behulp van de gemeente is wel de exacte plek van zijn woning achterhaald. Joosten is opgepakt in november 1942 samen met ruim 150 andere Dordtse Joden. Via het archiefonderzoek van Gert van Engelen en Erika van Dorenmalen zijn we erachter gekomen dat hij dus via het Rode Kruisarchief, dat hij dus in het transport naar Auschwitz, daar is hij uit de trein gehaald. Over de grens van als je Polen ingaat. En daar vind je ook allerlei kleine nevenkampen van Auschwitz. En daar werden dus jonge jongens gebruikt om arbeidskrachten in de Duitse industrie te zijn. Ja, daar werden ze eigenlijk zo snel mogelijk gedood door arbeid, heet dat dan. Ook wethouders en burgemeester Wouter Kool waren woensdag bij verschillende adressen aanwezig. Dit is de laatste die vandaag wordt gelegd voor Daniel Joosten. Zeer grote waardering, want wij beseffen als werkgroep Stolpersteinen, ja, wij moeten het hebben van giften. En belangstelling, wij hebben verder geen manier om aan gelden te komen. Want we moeten ook die steentjes betalen natuurlijk. In de Joodse cultuur is het belangrijk dat namen niet vergeten worden. Inmiddels zijn er 152 struikelsteentjes neergelegd. Er volgen er nog 48 vanaf het voorjaar van 2022. Op de website van Stolpersteiner Dordrecht is meer te lezen over de Joodse slachtoffers.